Mijn ouders hebben net weer heel veel spullen hierheen gebracht. Zo cute! Oh my god! Vandaag ga ik jullie een home tour geven. Sarah, ik heb je grote wereldkaart. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. Hey en welkom bij de vierde verhuisvlog alweer. Het is op dit moment zaterdagochtend en mijn ouders hebben net weer heel veel spullen hierheen gebracht. Dus dat ga ik straks allemaal uitpakken en ja, indelen. Maar eerst gaan we, nou voor mij eigenlijk mijn ontbijt 2.0. Maar voor Sarah haar eerst ontbijt gaan we eens lekker ontbijten. En ja, ik heb er super veel zin in. Zo, alles is zeg maar opgeruimd. En we hebben hier nog een aantal pakketjes. Die ga ik gewoon lekker in deze video laten zien. Als eerst hebben we dit pakketje. En dit is van Happy Socks. Kijk hoe schattig. Allemaal kerstsokjes. Deze is al mijn favoriet. En de pretzels eigenlijk alle drie. Leuk. Dan hebben we dit. En dit is van Grace Flower Box. En hier zit, als het goed is, een heel mooi bos bloemen in. Oh my god, Sarah, je moet komen kijken. Dit is zo... Als je al openmaakt. Het is zo cute. Oké. Okay. Ik wil het er niet eens uithalen. Door dat ding. Oké. Het werkt lekker. Het is zo cute. Zo mooi. Zo cute. Oh my god. Geen idee hoe lang dit mooi blijft, maar volgens mij wel lang. I like it. Dan wordt het tijd voor het grootste pakketje dat van Decennio is. Want ik heb een aantal nieuwe home decor posters besteld. Dit zijn alle fotolijstjes die we hebben besteld. En hier zitten alle posters in. Oh my god, het valt eruit. Oké, postershoplog. Sarah, ik heb je grote wereldkaart. Deze wereldkaart, ik zie mezelf niet eens meer, maar is voor Sarah. Hij is cute. Oeps. Hij is heel nice. Hier, alsjeblieft. Thanks. Oh, ja, hij is inderdaad heel mooi. Oké, nice. Nou, die was voor Sarah. Dan hebben we een panter. Een zwarte panter. Die is ook voor Sarah. Hij is echt pretty, Sarah. Hier. Met een lijst erbij, want Sarah had een witte lijst georderd. Dan hebben we hier een plant. Ik vergeet gewoon echt wat ik allemaal heb besteld. Het was zo lastig om posters uit te kiezen, want ik vond het zoveel leuk. Dan heb ik deze Namaste in bed. Dan hebben we hier een kaart van Londen. Dan heb ik wat kleine, deze met dream erop. Deze is voor in de keuken. De pasta guide. Omdat Sarah een pasta verslaving heeft. Maar het is wel heel erg leuk. Het staat spaghetti, cannelloni, fusilli, macaroni en ravioli op. Heel cute. Dan heb ik een kleine wereldkaart. Want het is al groot, vond ik een beetje overdreven. En dan voor de leuk heb ik nog een aantal kleine posters met Bon Appetit, die ook heel erg leuk is voor in de keuken. Een klein bandje quote. Eentje met breathe. En nog een plant. Dus dat waren alle dingen. Dat ga ik straks leuk inrichten. Maar eerst ga ik dit allemaal opruimen, want ik heb de hal geblokkeerd. Dus ik moet dit even allemaal even weggooien. Het wordt tijd voor lunch en het is echt bijna 3:15. Maar ja, wij hebben KFC gehaald, as always. Ik dacht, het is weekend. En het was echt wel een rare dag vandaag met eten en zo. Dus we gingen even naar de markt en toen hebben we KFC gehaald.
Super lekker. Ze gaan nu eindelijk lunchen. Ik heb patat en twister en saus en iced tea. About to leave. Already packing. Come with me. Het is inmiddels alweer de volgende dag. En vandaag ga ik jullie een home tour geven. Ik ga het niet heel uitgebreid laten zien. Maar ik ga het wel zo laten zien zodat jullie weten hoe deze woning er ongeveer uitziet. We beginnen met mijn kamer. Dit is mijn kamer. Het is niet zo super groot. Oké, hier hebben we mijn bed. Niet per se heel netjes opgemaakt, maar het is al zoals het is. Dan hebben we daar mijn nachtkastje met allemaal dingetjes. Aan de andere kant hebben we ook een nachtkastje. Eigenlijk is een van die nachtkastjes van Sarah, maar ik mag het gebruiken. We hebben hier bloemetjes. Een nachtlampje die ik heel fijn vind. En hier heb ik allemaal spulletjes. Dan hebben wij mijn favoriete onderdeel van mijn kamer. Allemaal, ja, posters. Dan hebben we hier mijn bureau, mijn werkplek. Het is nu nog een beetje een troepje, maar dat komt wel goed. En dan hebben we hier mijn kledingkast. En daar nog even wat opberg shit. Nu lopen we mijn kamer uit. We hebben hier een badjas, hartstikke leuk. Een vest. Dit is de voordeur, hartstikke leuk. De kapstok. Dit is de wc met een hele leuke poster. Honeyheim Home, te leuk. De badkamer en de wasmachine is aan het rijden. Hartstikke mooi. Dan hebben we hier Sarah die op de bank ligt. Oké, we gaan eerst even door naar de keuken. Dit is de keuken. Prima keukentje. Hey, keukenkastje moet dicht. Ja, keuken. Heel mooi. Mooi. Oh, dit is wel een leuk detail van de keuken. We hebben hier allemaal fotootjes. Dit was in Spanje. Dit was met ons Halloweenfeest. Deze foto was recent genomen. Oké, nu de woonkamer. De kerstboom staat. Hartstikke leuk. En we willen nog iets met de vensterbank gaan doen, want we zijn er niet helemaal blij mee. Dan dit. 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 De eettafel. En trouwens, dit is mijn favoriete plek. Namelijk de zitzak. Echt verschrikkelijk, maar ik zit er wel vaak in. En dit is Sarah haar kamer. Zij heeft een heel leuk balkonnetje. Te leuk voor woorden. En ik vind haar spiegel te leuk. Want ik heb geen spiegel in mijn kamer. Ja, dat is een beetje hoe onze woning eruit ziet. Vind je het leuk? I love it. Ja, en hier hebben we de bloemen die Sarah me vorige week heeft gegeven. Ze leven nog. Ze zijn nog mooi. Love it. Misschien is dit ook wel interessant om te laten zien wat er in de koelkast zit. Het is echt gewoon een grote mes. Dat is de lasagne die we gisteren hadden gemaakt. Die we vanavond ook gaan opeten. Was het dan wel weer? Dit is ook gelijk het einde van deze verhuizingsserie. Het waren niet heel veel afleveringen, maar 4 video's in totaal. Dat kwam ook omdat dit niet een mega grote verhuizing was. Want ik hoefde niet te klussen, ik hoefde geen meubels te halen. Dus dat was wel super fijn. Maar daardoor was het ook niet nodig om echt heel veel video's te maken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En misschien hebben jullie hier wel wat inspiratie van gekregen. Ik heb net wel een korte home tour gegeven. Maar binnenkort zal er een uitgebreide room tour video komen. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik precies in mijn kledingkast heb hangen. En wat ik precies daar heb zitten. Bla bla bla. Hou dan mijn kanaal in de gaten. Want die video komt er binnenkort aan. Op dit moment kan ik echt met heel veel geluk zeggen dat ik super blij ben dat ik hier woon. Ik geniet er echt van. Het is nog steeds wennen. Maar ik voel me hier wel thuis. En dat vind ik wel echt super fijn. Ja, het is allemaal nieuw. Het is een nieuwe start. En ik ben hier heel excited over. Ik hoop dat jullie net zo excited zijn als ik. Want ja, vanaf nu komen er heel veel video's vanuit Amsterdam. En zal ik heel vaak in de omgeving te vinden zijn. Zal ik heel veel buitenshuis misschien filmen. Ik weet het allemaal niet. En natuurlijk komen er ook in de toekomst routine video's. Zoals een morning routine. Want die vind ik super leuk om te maken. Mocht je nou nog andere video suggesties hebben, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. En doe vooral dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't.